Doe zo voorzichtig mogelijk. Oh, Sam zal hier zo blij mee zijn. Kijk nou, Jupiter is gekrompen. Oh, oh. 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 Oh nee! Kijk nou, mijn glazuur! Oh. Deze ga ik echt vangen. Je hebt er nog niet één gevangen, Norbert. Als ik deze niet vang, dan krijg jij van mij mijn helikopterpet. Oké. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Oh. 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 Mam, ik moet die frisbee vangen. Oh, nou weet ik van wie ik het heb. Oh nee, Mandy, gooi de reddingsboei. Oh, ik ga Ben halen. Kan niet, Norbert. Pa zegt dat je Piekepolder eiland is. Ik bel oom Sam. Liebertje Puk, Hanna en Jaap drijven richting zee met een enorme verjaardagstaart. Liebertje, Hanna en Jaap drijven richting zee met een enorme verjaardagstaart. Jenny, jij gaat mee naar het Maritiem Reddingscentrum. Elvis, jij helpt brandweercommandant Staal. Komt in orde, Sam! Ik help Jaap en Hanna. Begrepen, Sam. Oh, nou heeft mijn taart een natte bodem. Laat die taart los en pak deze vast. Red Jaap maar eerst, Sam. Ik kan beter zwemmen dan hij. Weet je het zeker, Hanna? Absoluut. Meteen brandweerman Sam. Norbert Puk zit in de val op een brandende schaatsbaan met een pinguïn. Norbert Puk zit in de val op een brandende schaatsbaan. Met een pinguïn. Zei hij nou pinguïn? Kom op, we nemen Jupiter. Mensen. Ik denk dat het meevalt. Het ijs is al aan het smelten en dan zal het water het vuur wel doven. Maar er is elektriciteit bij. Water maakt het dan extra gevaarlijk. Hoe gaan we dit aanpakken, Sam? Ellen, schakel jij de stroom uit. Arnoud, jij blust het vuur met schuim. Begrepen, Sam. Ik red Norbert. Stroom is eraf. Rustig maar, Norbert. Ik kom eraan. Wow. Kijk nou eens wat je doet. Nu kan brandweerman Sam er niet bij. Norbert, hou je pinguïn vast en schaats dan naar mij. Ik meende niet wat ik zei, Pingy. Ik vind je echt een super pinguïn. Nou, haal me van het ijs af. Kom op, Norbert. Ja, je kunt het. Yeah! Norbert. Deze pinguïn is er om je te leren schaatsen. En dus niet om ijshockey mee te spelen. Sorry, Sam. En zeker niet als er elektrische apparatuur bij staat. Ja, je hebt alle lampen omgegooid. Omdat ze niet goed vaststonden, Mark. Je had ze allemaal moeten controleren. Maar, het spijt me, Sam. Het is ook mijn eigen schuld. En nu is mijn ijsbaan gesmolten. Het gaat eeuwen duren voor ik hem weer gevuld heb met de tuinslang. Daar weet ik wel wat op. Arnoud. De baan kan snel genoeg weer open. Met zo'n koude nacht als deze is hij morgenochtend weer bevroren. Ik heb je. Oh. Oh. Ah. Maar we moesten toch een schaap vangen? Geen brandweerman? Waarom gaan we deze kant op, Norbert? Zo verslaan we Sarah en Jaap. Nu moeten we alleen nog maar... Hoe komen die daar nou? Kom op, we moeten ze voor zijn, snel! Norbert, het is gevaarlijk om een steile helling af te rennen. Dat gaat best. Stel je niet zo aan. Oh, oh, oh. Ging best wel snel, hè, Mandy? Ja hoor, als je houdt van gebutste knieën en modder in je haar. Hè? Hoe krijgt hij dat nou weer voor elkaar? Sst, Norbert, je maakt het paard bang. Het paard? Oh. Kom maar hier, Wally. Ja, goed zo. Elvis. Goed gedaan, Sam. Ik heb het niet alleen gedaan, Leni. We zijn een team. Nou, ik heb niet echt veel gedaan. Jawel, joh. Oh ja? Ja, je hebt een mooie buiklanding gemaakt op het matras. Kom op, Mandy. We gaan te paard naar de Piekepolder top. Dan winnen we op ons dode gemakkie. Maar ik kan niet paardrijden. Ik toch ook niet? Maar hoe moeilijk kan het nou zijn? Maar hoe moet het dan zonder zadel? Paardrijden is een eitje, Mandy. Je moet er gewoon op gaan zitten en dan zeg je hortsik. Dat heb ik zo vaak op televisie al gezien. Oh, je krijgt me absoluut van mijn leven niet op dat paard. Dat is gevaarlijk. Er is niks gevaarlijks aan rijden op dit paard. Ho! Oh! Het ziet er anders wel gevaarlijk uit. Dan loop je nou met je stomme kaart. Het gaat me echt lukken. Ik ga deze keer echt winnen. Ah, wacht, waar ga je naartoe, paardje? Paardje? Oh. Oh. Oh nee, het paard zit vast in de modder. Sarah, bel brandweerman Sam. Dan zal ik onze positie bepalen met de kaart. Ja, hij is echt super. Helemaal niet. Hij kan niet vliegen, hij is niet groen. En hij kan geen eens vuur spugen. Oh, ik heb hem even snel in elkaar geflanst. Ik neem hem wel mee terug naar de kazerne en dan zoek ik er wat dingetjes bij. Dan wordt hij meer, drakerig. Ik ga voor de zekerheid wel met je mee. Oh, goed idee, Norbert. Dan kan je mooi helpen dragen. Goed, eerst even de asresten van de laatste oefening weghalen voor we de tonnen aansteken. Oké, Sam. Moet je opletten, Jupiter. Ik heb een plannetje en daarmee ben je in één klap schoon. Wow. Wow. Sorry, Sam. Maak je mij maar niet druk, Elvis. Ik was mijn gezicht wel. Maar ik denk dat je met Jupiter opnieuw kunt beginnen. Oh, nee. Alsjeblieft, Bessie. Je bent straks weer glimmend en glanzend gepoetst. Hallo, brandweercommandant Staal. Norbert Puk. Wat doe jij hier in de schuur van Bessie? Het is al goed, Norris. Ik ben erbij. Oh ja, Gerrit. Had je niet gezien? Als hij maar wel onder toezicht staat. Heb je toevallig zoiets als een vliegtuigmotor of een turboroketaandrijving, zodat het raak kan vliegen? Nou, ik heb deze oude bagagetrolley. Als hij op wieltjes gaat, dan lijkt het een beetje alsof hij vliegt. En wat zijn dat voor dingen? Oh, spulletjes om het vuur mee aan te maken als we met de stoomtrein gaan rijden. Het lijkt me een te gek idee om er de draak mee aan te steken. Oh, nee. Dat is echt veel te gevaarlijk, Norbert. Ja, maar alleen als je niet weet wat je doet. Oh, kijk. Groene verf. Oh, kijk, Jupiter. Ze gaan nu beginnen met de training in de rookkamer. Goed dan. Ik ga Poppy redden. 100%. Sam. Oh, nee. Ja, erg goed. Ja. Oh, Crispijn. Als ik mij niet vergis, draag jij nu een maritiem reddingspak? Dat klopt. Ik krijg hem niet uit. Oh, wacht maar even. Daar heb ik wel iets voor. Het dierenreddingspak heeft zachtere kleuren, zodat de dieren er niet van schrikken. En ze zijn ook nog eens zo gemaakt dat je er makkelijk in kunt bewegen. Zo, eens zien hoe snel jullie zijn met dit pak. Oh, snel, Crispijn. Doe snel je dierenreddingspak aan. Oh, nee. Commandant Staal! Heb je alle pizza's in jullie oven gekregen, Hanna? Het ging net. Ik moest flink aanduwen. Mooi, dan bel ik opa dat ze bijna klaar zijn. Oh, nee, je hebt niet opa bellen. Bel brandweerman Sam. Oh. 2 ovenbranden worden gemeld bij het Walviscafé. 2 ovenbranden worden gemeld bij het Walviscafé. Jenny, jij en Arnoud gaan met Venus. Wij nemen Jupiter. Begrepen, Sam. Zuurstof, 100%. Arno, jij sluit de elektriciteit af. Jenny, jij plus de vuur boven. Begin eens aan. Stroom is uit, Sam. Nou terug. Waar is Lady Puffelpoot, Norbert? Ja, ik dacht dat Lady Puffelpoot de bal terug zou brengen. Doet ze ook. Let maar op. Volgens mij heb ik de bal te ver gegooid. Ik ben ook zo ongelooflijk sterk. Ze moet vast kilometers achter die bal aanrennen. Ik ga haar maar even helpen. Oh, waar is ze nou? Oh. Hey, Lady Puffelpoot? Oh, oh, Geen paniek! Ik kom je redden! Rustig maar, Lady Puffelpoot. Ik heb mijn Piekepolder pionier zweminsigne. Hé, dat is Lady Puffelpoot. Kom hier, Lady Puffelpoot. Kom hier. Oh, en dat is mijn Norbert. Laten we brandweerman Sam maar weer bellen. Zo, keurig netjes. Fijn, Elvis. We slaan het hier op tot we terug kunnen brengen. Sorry, nog één onderdeel. Norbert en Lady Puffelpoot zijn in de rivier gevallen. Norbert en Lady Puffelpoot zijn in de rivier gevallen. Elvis, neem jij Saturnus. Stop! Rustig, we vinden ze wel. Ik lanceer Saturnus nu. Daar is hij! Norbert, let op vangen! En om het paard rustig te houden, maak je het leidsel op deze manier goed vast. Weet je, als je cowboy bent, kan je zo paarden vangen. Uitstekende lus, brandweervrouw Jansen. Mooie knoop, brandweerman Milleman. Oeh, en dan zeg je dingen als lasso los. Mooi. En yeeha. Dit pijn? We wonen in Piekepolder, niet het Wilde Westen. Jij zult hier absoluut nooit iets hebben aan die lasso. Oh, jullie hoeven je echt geen zorgen te maken, kinderen. Even terzijde. Weet iemand toevallig hoe je een bus bestuurt? Ik hou dit. Hierbij. Nel, bel me maar. Brandweerman! Zo! Juffrouw Chen rijdt in een bus vol kinderen die niet kan stoppen. Juffrouw Chen rijdt in een bus vol kinderen die niet kan stoppen. Jenny, jij en Elvis nemen Phoenix. Ik neem Mercurius. We geven ze op! Zo, nu kan iedereen in Piekepolder zijn vitamintjes weer komen halen. Zeg, kun je niet uitkijken? Hier moet u naar links. Maar niet naar de kade. Volgende rechts. Lily, niet huilen. Dit is echt veel leuker dan een superachtbaan. Ik heb je al gezegd, ik hou niet van aard. Links of rechts? Links, rechts! Oh nee, het is dinsdag. Dus? Dan wordt het karton ingezameld. Hé! Hey! Hierheen! Nee, hierheen! Oh, nee, daarheen! Nee, daarheen! Ik zie niks! Oh, ik kan niet, Jaap! Ik zit vlak achter je! Ik heb Wauw, geweldige redding, oom Sam. Je had gewoon de dozen moeten raken. Ach, ik denk dat het beter is als ik de stunt zelf ga doen. Misschien worden de stunts wel iets te spectaculair, Norbert. Het spijt me, Sam, maar maak je geen zorgen. We hebben nog maar 1 scène te gaan en daarin zit niks gevaarlijks. Dat beloof ik. Oké, Norbert. Nou, succes. James Blond, superspion, scène 57. Afrekening in het hol van de leeuw. Actie! Ah, meneer Blond. Ik verwachtte u al. Rolvinger, mijn aardsvijand. Ah, het is een val. Nummer 2, bind de gevangenen vast. En stop, bind de stuntman maar vast. Ik wil niet meer in een film. Of vastgebonden worden op een stoel. Zit toch niet zo te zeuren, Jaap. Je hoeft alleen maar een straal zonlicht met dit vergrootglas op te vangen om het touw door te branden. Kijk zo. Het is toch simpel? Actie! Uh-oh. Stop! Stop! Wie heeft het nummer van Brandweerman Sam? Jaap Jansen zit vast in een garage vol brandende olievaten. Jaap Jansen zit vast in een garage vol brandende olievaten. Sorry hoor, Brit. Het is een oliebrand. We hebben de schuimblusser nodig. Begrepen, Sam? Zuurstof, 100%. Oeh, dat is mijn radar! We hebben overal naar die vos gezocht, Hanna. Ik moet toch echt nu wel weer terug? Nee! Doe nou, Klaas. Als we hem niet vinden, wordt mijn moeder heel boos. En als jij weggaat, komen we nooit meer terug. Je zou een echte held zijn, Klaas, als je ons zou willen helpen. Hehe. Zit er iets in je ogen, Norbert? Nee, ik... Kijk, daarboven. Ik zie daar iets roods en het beweegt. Dat is de vos. Ik ga hem halen. Nee, Norbert. Dat is een hele hoge boom. Ik doe het wel. Ik ben niet voor niets leider van de pioniers. Ik wou dat ik vanmiddag niet zo zwaar geluncht had. Het gaat lekker, Klaas. Ja, een beetje nog naar links. Goed zo. Je hebt hem. Maar het is geen vos. Oh, nee? Het is een vlieger. Is alles wel goed, Klaas? Ik geloof van wel. Ik bel meteen brandweerman Sam. Ik ben blij dat ik kan meedelen dat Radar 100% gezond is en gelukkig. Hoera! Maar toch snap ik het niet, Leni. Waarom voelt Radar zich dan niet zo lekker? Ik heb geen flauw idee. Goed gedaan, jongen. Nou, dan verdien jij een lekker chocokoekje. Nee, Elvis. Honden worden erg ziek van chocola. Heb je hem soms veel chocokoekjes gegeven? Nou, nee. Ja, misschien een paar. Mysterie opgelost. Oh! Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Jenny, Jij en ik gaan met Venus. Elvis, roep Tom op met zijn helikopter. Ja, begrepen, Tom. Doe je best, jongen. Ik ben trots op je. Fijn dat jij de appels meeneemt, Jenny. Oeh, de deur. Elvis, denk eraan dat je de karamel niet te lang op laat staan, anders wordt hij veel te dik. Ik heb hem graag stroperig. Oké, Sam. De stroperig. Oeh, lekkere toffee-appels. Ik kan haast niet wachten. Aha, stop. Nog niet, commandant. De karamel moet nog uitharden. Dat wachten is ondraaglijk. Zo, en hoe gaat het, Elvis? We hebben nieuwe karamel nodig, geloof ik. Ah, en een nieuwe pan. Wow, 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 wow. Wauw, Sarah, dat is schitterend. Wat is er schitterend? Dank je, heb ik gemaakt. Zo, wie wil er een van mijn spelletjes doen? Ja! Alles is goed, behalve mummies maken. Maar dit is het spel. Het heet Prik de staart op de zwaartekracht. Ruiken jullie ook een brandlucht? Oh, mijn huis! Mijn vleermuis! Ah, wat is het weer heerlijk rustig, hè? Oh! Oh! Het café staat in brand! Blijf! Ik bel nu brandweerman Sam. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Scan de omgeving. De keuken is veilig. Commandant Staal heeft de toffee-appels uiteindelijk toch maar opgegeven. Nee, hij staat daar, Elvis. Oh. Ah. Oh? Er is brand bij een kinderfeestje in het Walviscafé. Er is brand bij een kinderfeestje in het Walviscafé. Zo laag mogelijk! Kom op, we doen wat Jenny zegt! De deur is geblokkeerd en de kinderen kunnen er niet uit. Elvis, jij neemt de slang, ik pak de koevoet. Vanavond zal brandweerman Crispijn ons trakteren op een jongleeroptreden met brandende fakkels. Dus wij bereiden ons voor op operatie, gegarandeerd inferno. Brandweerman Sam, jij hebt de leiding vanuit hier. Ja, commandant. Brandweervrouw Jansen, jij neemt hier je positie in met Jupiter. En brandweerman Milleman, jij overziet dit gebied. Iedereen stand-by? Brandweerman Sam, stand-by, commandant. Brandwacht Philips, stand-by. Brandwacht Milleman, stand-by. Brandweervrouw Jansen, stand-by. Wallaby 1, stand-by. Nou, ik maak me geen zorgen meer. Goed. Kom maar op met de show. Hallo, Piekepolder. Goed gedaan, Elvis. Oh, ja. Goed werk, Crispijn. Altijd geweten dat je het in je had. Goed, alles is veilig, mensen. Terug naar de kazerne. Nou, ik hoop echt dat Mark het net zo goed doet als ik. Hallo, Piekepolder! jullie voorstellen aan het allernieuwste lid van mijn band, de Snaarmeester 2000. Ik ken een plek, daar is iedereen te gek. Je nieuwe gitarist klinkt niet helemaal als Elvis, hè, pap? Dat komt er wel. Zet hem maar helemaal open, Jaap. Huh? Oh jee, oh jee, oh jee. Oh nee, Elvis had dat echt anders gedaan. Pap, je moet daar weg. Schiet op, bel alsjeblieft, Brandweerman Sam. De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark heeft het toneel in brand gezet. De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark heeft het toneel in brand gezet. Elvis, jij en Ellen gaan met Jupiter. Jenny, jij en Arnoud nemen Venus. Ik neem Mercurius. Hier, Sam! Ja, Elvis, doortikken! Stop! Dat is toch geen dribbelen? Dit noemen wij pas dribbelen. Naar mij, commandant. Ik sta vrij, commandant Staal. Ik heb alles onder controle. Oeh! Goal! Nee, Elvis. Norberto, let goed op, hè. Dan ben jij straks ook een grote meesterkok. Ik wil helemaal geen meesterkok worden. Ik wil naar het voetballen kijken. Eerst maken wij een mooie grote cirkel van bellissimo deeg. Kijk maar. Dan een mooie grote kledder lekkere tomatensaus. Oh! Oeh. Ah. En dan een lekkere grote hoeveelheid overheerlijke mozzarella. En klaar! Dan kan ik nu eindelijk naar de wedstrijd kijken. Au! Oh! En ik hou helemaal niet van pizza. Oh, Sam! Hierheen! Oh! Oh, dat mag ik zeker niet doen, of wel? Nee, nee, dat mag niet, Elvis. Oh. Dus een penalty voor FC Piekepolder. Zet je schrap voor de penalty van de eeuw. Stop! Kijk en leer van een professional. Zo hoor je een strafschop te nemen. Oh jee, oh jee, oh jee. Het is een eigen goal. Yes! Goal! Goal? Vergeet die voetbal, Norberto. En doe voorzichtig met die... Oh, 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 oh. Eten. Oh, mamma mia! Wat doe je? Au. Het spijt mij. Ik ruim dit wel op. Jij haalt de pepperoni pizza uit de oven en brengt hem naar Ben op de kade. Oké, Bella. Ah, het is niet eerlijk. Ik mis de wedstrijd en dat komt allemaal door die stomme pizza's. En zo moet je dus aanvallen. En zo moet je dus verdedigen. Nou, ze hebben ons geloof ik niet meer nodig. We kunnen net zo goed naar huis gaan. En zo maak je dus een omhaal. Oh, oh mijn rug. Wat is dat voor geluid? Twee experts weten echt meer dan één. Wat gebeurt er daar beneden? Ik hoor brandweercommandant Staal die aan de handkar werkt. Oh, ze zal intussen wel vleugels hebben en ondersteboven hangen. Arme Mandy vleermuis. Max, heb jij een kaart van de grotten? Ja, natuurlijk. Dit is de grot. Die gaat vanaf hier de berg in. En de oude mijntunnels lopen van de andere kant de berg in. Ze raken elkaar bijna. Precies waar Mandy vastzit. Klaar voor vertrek. Met dank aan twee experts. We hebben ook twee bestuurders nodig. Wie gaat er met me mee? Jij bent de expert op reddingsgebied, Norris. Jenny, hoor je me? Jenny! Sam! Aha. We zijn hier! Sam! Daar! Achteruit, Jenny! Ja, blijf achter me, Mandy. Jenny, de hele berg beweegt! Rustig maar, Mandy. Het is Sam. Gelukkig. Mandy, wat is er gebeurd? Het spijt me, Max. Ik had bij jullie moeten blijven, maar toen zag ik die vleermuis en... Ik wist het! Hij heeft je toch mijn vleermuis toverd. En nu ben je dus een vachtis. Maar ik zie niks vleermuizerigs. Hou nou toch op, Norbert Puk. Die vleermuis heeft er niks mee te maken. Grotten kunnen heel gevaarlijke plekken zijn, Mandy. Je moet altijd bij de groep blijven. Ga nooit alleen op pad. Weet ik, Brandweerman Sam. Het spijt me, jongens. En vleermuizen doen echt helemaal niks, Norbert. Kijk, daar is er een. Ah, ik word veranderd in een vleermuis. Nou heeft Fladdert al wel eens een vleermuis. Oh, ik verdraai mijn pols. Auw. Ja. En nu gaan we de emmers heen en weer zwaaien. En zwaai maar. Auw. Auw. Auw, mijn nek. Mijn voet. Oh, lieve help. Oh, ik ga zuster Voet bellen. Ze moet eerst Ellen onderzoeken om te zien of ze niks gebroken heeft. Zullen we maar stoppen dan? Jammer. Die begonnen net een beetje in te komen. Dit wordt echt superleuk! Wacht eens, waar zijn de riemen? Die zitten er niet bij. Kunnen we iets anders gebruiken? Oh, de brandkloppers. Die zijn perfect. Hey, pas op, Norbert. Hey, nu ben ik mijn peddel kwijt. Ik denk dat ik er wel bij kan. Oh, nou ben ik hem ook nog kwijt. We drijven weg. We kunnen maar één ding doen. Help! Help! Wat is dat? Dat zijn Norbert en Dirk. Oh, nee. Sam, help ons. We kunnen niet meer terug. Hier komt het touw! Oh, dankjewel hoor, Sam. Ja, dank je. Jullie moeten toch echt beter uitkijken. Sorry, Sam. Oom Sam, kijk daar! Oh nee, we moeten dat vuur doven voordat het zich verspreidt. Wat? Waar zijn de kloppers? De wat? De brandkloppers. Ah, luister, dat zit zo. Dat waren onze roeiriemen. De laatste keer dat we ze zagen, dreven ze stroomafwaarts. En dat is Norbert zijn schuld. Maakt niet uit wiens schuld het is. Als we dat vuur niet uitkrijgen, verspreidt het zich razendsnel. Oh, het is niet gebroken, alleen zwaar gekneusd. Gelukkig, Ellie. Wat is hier toch in vredesnaam gebeurd? Men houdt ons gezond en fit. Nou, hopelijk zijn jullie begonnen met een goede warming-up. Nou, En een rustige opbouw. Oh. Er is een bosbrand bij de molen. Er is een bosbrand bij de molen. Wacht even. Waar zijn jullie van plan heen te gaan? Deze ploeg is niet fit genoeg om te werken, hoor. Maar er is brand in het bos. Ik ben bang, commandant, dat het aankomt op ons twee. Wat? Hey, niemand bestuurt de trein. En hij staat in brand. Kijk, om Sam is er. Nu komt alles weer goed. Jongens, vooral niet in paniek raken. Ga naar het achterste deel van de trein en blijf rustig. Pas op, Sam! Ik stap wel aan jouw kant uit, Sam. Jenny, tijd voor plan B. Begrepen, Sam. Ben, sneller! Kijk uit voor het ijs! Sam, Titaan komt niet door het ijs! Begrepen, Jenny. Tom, ben je daar? We hebben Wallaby 1 nodig. Begrepen, Sam. Ik hou niet van onbestuurde treinen die in brand staan. Doe dan iets naar Bexel. Oké, Norbexo belt moeder. Ik bel mijn alienvriendjes om ons te komen redden. Met mijn interstellaire communicatieapparaat. Dat is je schoen, Norbert. Norbert, hou daar nou toch eens mee op. Ik ben in gesprek. Breng hem tot boven de trein, Tom. Komt in orde, Sam. Zo, kijk! Je belletje heeft gewerkt! Oh, maar het is toch een UFO? Nee, UFO! Oh, aliens! Norbert? Sst, ik verstop me voor de aliens! Sorry, Sam. We moeten terug naar het heliplatform tot de storm is gaan liggen. Er is gewoon te veel sneeuw. Dat is het. Sneeuw. Ik ga hier springen, Tom. Mooi gedaan, Sam. Absolute klasse. Er zit een alien op het dak! Goed gedaan, Jaap. Je bent geslaagd voor de brandweerman Sam-opdracht. Hoera! Goed, ik ben bijna aan het eind. We zijn thuis! Oh! Oh! Oh, oom Sam! Ik heb iets anders gezien. Maar niet in huis. Wat is er dan, Jaap? Er is brand op de berg. Maar daar zitten de pioniers. Ik bel de kazerne. Er is brand op de Piekepolderberg. Er is brand op de Piekepolderberg. Die bergpaadjes zijn te smal voor Jupiter. We gaan dus met Venus. Kanon, Jenny. We moeten het vuur beperken. Komt in orde. Het vuur wordt al minder, Jenny, maar we kunnen wel extra hulp gebruiken. Hou vol, Sam. Ik kom eraan. Dat kwam goed van pas. Haha! Woehoehoe! Ik zing spontaan de liedjes die ik ken, maar ik vergeet echt niet dat ik eens brandweerman ben. Ik hou van rock en zet mijn beste beentje voor, maar ik ga uit mijn dak als ik een brandalarm hoor. Dingeling, dingeling, nog een refrein. Iedereen weet toch wel dat we brandweerman zijn. Hahaha, ik ben de beste opspringer. De beste opschepper, zou je bedoelen? Wow. Oh nee, ik bel meteen brandweerman Sam. Mandy, Voet en Norbert Puk zitten op een opblaasbaar springkasteel en drijven naar open zee. Mandy, Voet en Norbert Puk zitten op een opblaasbaar springkasteel en drijven naar open zee. Het kasteel gaat noord-noordwest, Sam. Begrepen, Ben? Dit is allemaal jouw schuld, Norbert Puk. Niks aan de hand, Mandy. Dit ding zit vol met lucht, dus we kunnen niet zinken. Oh nee, heb je hem weer? Kst, kst. Nee, niet doen. Ga weg. Oh. 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 Hou vol, Mandy. Volhouden, Norbert. Ik glij weg. Dankjewel, brandweerman Sam. Bedankt, Elvis. Hé, wat? Als je vast zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.